Ja, bij mij aan tafel zit Erik van den Elzen. En Erik van den Elzen is bestuurslid bij Oog en Optiek. En Oog en Optiek is de fotoclub van Lunteren. Ja, de enige. Sorry. En die bestaat 60 jaar. Welkom. Dankjewel. Ja. Jullie hebben een jubileum van 60 jaar. Dat is nogal wat, hè? Ja, behoorlijk. Zo. Ja, 60 jaar, een behoorlijke tijd. Ja. Ik ben in 61 geboren en toen was de club net een half jaar... ik was een half jaar toen de club is opgericht, zo moet ik het zeggen. Ja, ja. Ja. Zijn er nog mensen van het allereerste begin? Of, Nee, ik geloof het niet. Er zijn wel een aantal oudere leden die al 30, 40 jaar lid zijn, maar 60 jaar, dat halen we niet. Nee. Goed, jullie vieren het met een leuk feest. Er is een jubileumboek. Ja, klopt. En er is ook een tentoonstelling in Museum Lunteren. Ik wil even terug in de tijd, 60 jaar geleden. Dat startte met een paar mensen. Hoe is dat gegaan? Ja, we hebben het ook allemaal opgeschreven in het jubileumboek. De club is opgericht op 22 maart 1962, om precies te zijn. Door Herman Nijburg en Rien de Schipper. Die vonden het wel leuk om wat enthousiaste fotografen bij elkaar te halen. En het is eigenlijk begonnen als een dia-club. Dus er werden in het begin voornamelijk dia's getoond. Maar het begon al goed met 20 leden. En dat is in de loop van de jaren is dat zo'n beetje uitgegroeid. Maar ik, toen ik het las, vond ik het zelf al een aardig aantal om mee te beginnen. 20 leden, ja. Ja. Dat is al een heel andere tijd geweest wat de techniek betreft. Want ja, alles was analoog en... Dat is een enorm verschil, hè? Hoe gaat het nu? Gaat alles digitaal? Ja, alles is digitaal. Ja, hoewel er wel weer een beetje een revival is van het analoge tijdperk. Er zijn wel een aantal mensen die analoog bezig zijn, maar niet bij ons. Ik weet wel dat mensen zich daarmee bezighouden, maar bij ons is het inderdaad allemaal digitaal. Ja, want ik kom zelf ook nog uit die tijd met analoge fotografie, scherpte, diepte, weet ik wat allemaal. Ja. Mijn man die fotografeert, dus... Ja, altijd heel belangrijk geweest. Duizenden foto's van onze kinderen toen ze nog heel klein waren. En heel veel dia's, hè? Dat was toen in de tijd. Ja. Dat is nu allemaal digitaal. Is het allemaal bij te benen wat techniek betreft? Want het verandert wel snel. Ja, het gaat wel heel snel. Maar de basis van de fotografie, dus waar we ons binnen de club eigenlijk op richten... dat is, ja, hoe breng je dingen in beeld... En waar leg je de nadruk op in een foto? Hoe is de compositie, et cetera? Dat is natuurlijk niet veranderd in de loop van de tijd. Want het was analoog zo, maar dat is digitaal natuurlijk ook zo. De techniek erachter is veranderd en dat gaat heel snel. Maar de manier waarop je foto's maakt en wat je in beeld brengt... en hoe je het in beeld brengt, dat is eigenlijk altijd gelijk gebleven. Ja, ja. Nu kan ik me voorstellen, hoeveel leden zijn er op het ogenblik in de club? Op het moment hebben we 43 leden. Zo, beste club. Ja. En komen die allemaal tegelijk bij elkaar? Nee, meestal zijn er op een clubavond. We hebben elke twee weken hebben we clubavond in Lunteren. Meestal zijn er, hangt een beetje af van de tijd van het jaar, denk ik. Maar we hebben zo'n beetje rond de 25 mensen dat elke clubavond aanwezig is. Ja. Ja. Nu wil ik naar jullie club. Ik wil eigenlijk helemaal digitaal leren fotograferen. Maar ik weet er helemaal niks van. Knopjes, weet ik wat allemaal. Ja. Hoe start dat dan? Want er zijn natuurlijk mensen die heel veel van af weten. Dan ben ik maar een leek. Ja. En dan kom ik tussen al die mensen die alles kunnen. Ja. Hoe gaat dat? Nou, als je begint met fotografie en je weet nog helemaal niks... dan is dat best wel lastig. Maar er zijn altijd mensen in de club die een stukje op weg helpen. En ja, als ik aan mijn begintijd denk, dat is heel lang geleden... ja, ik vond het leuk om me erin te verdiepen. Dus ik heb me er zelf aardig in verdiept. Dus het werkt wel mee als je zelf een beetje zelfstudie doet. Dus als je jezelf een beetje verdiept in de fototechniek... en het omgaan met de camera, want dat kunnen we je niet leren. Maar hoe je dan vervolgens mooie foto's maakt... ja, daar wordt in de club eigenlijk alle aandacht aan besteed... Ja, heel veel clubavonden gaan daar ook over. Ja, ja. En dan zijn er foto's gemaakt. Worden die allemaal getoond op schermen? Want afdrukken kan niet meer natuurlijk. Hoe gaat dat? Nou, afdrukken gaat nog steeds hoor. Ja. Nou, op de club hebben we dus elke twee weken een clubavond. En dat is eigenlijk door het jaar heen een mix van sprekers die we uitnodigen. Dus goede fotografen uit Nederland...
die we hun werk laten tonen. Maar een deel van de avonden in het jaar is ook gereserveerd voor eigen werk. En dan kunnen mensen via de website kunnen ze foto's insturen. En die worden dan de volgende clubavond worden die besproken. En we hebben een beamer, dus we projecteren de foto's op een groot scherm. Maar we hebben ook een presentatiebord. En het is eigenlijk ook de bedoeling dat iedereen van diezelfde foto's die ze ingestuurd hebben ook een afdruk meenemen. Want een afdruk, ja, dat ziet er altijd anders uit. Die is kwalitatief toch altijd beter dan iets wat je projecteert op een muur. Ja. Dus de foto's worden dan door een aantal mensen besproken. En er worden becommentarieerd. En ja, dat gebeurt dus eigenlijk aan de hand van de foto die op het bord staat. Die staat dus vooraan in de zaal op het bord. En dat zijn eigenlijk heel... We proberen het altijd positief te houden. Mm-hmm. Dat is de bedoeling. We willen iedereen stimuleren. Ja. Het is geen... We gaan niemand zitten afkraken op die fotoclub, want daar heeft niemand wat aan. Nee. We proberen altijd een positieve insteek te houden. En dan krijgen mensen wel bijvoorbeeld aanwijzingen om bepaalde fototechnieken te verbeteren of de compositie toch eens een keer wat anders te doen. Want vroeger was het zo, dan moest je je echt aan regels houden, hè, wat compositie betreft. Het onderwerp op 1/3 van de bovenkant of 1/3 van de zijkant. Maar dat hebben we eigenlijk de laatste 10 jaar volledig losgelaten. Dus het is nu eigenlijk veel meer vrijheid dan vroeger. Ja. Meer met het gevoel. Ja, meer met het gevoel. Ja. Dus het is leuk als je een foto maakt volgens de compositorische regels. Maar af en toe is het ook leuk om iets heel totaal anders uit te proberen. Ja. En dat is ook verfrissend, ook vernieuwend. Dus ja. Leuk, heel leuk. Ja. Dus het is altijd gezellig bij jullie. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Die tentoonstelling, hè, die duurt, moet ik even spieken, tot en met 14 mei in Museum Lunteren. Ja. Hoeveel werken hangen daar? Is het van ieder een foto? Hoe gaat dat? We hebben van elk lid hebben we een foto hangen op groot formaat. Zo. Dat paste net in de grote zaal van het museum. Daar hebben we nog even over moeten puzzelen. Of tenminste, onze expositiecommissie heeft daar zich over gebroken. En van iedereen hangt er een foto. Dus iedereen mocht een foto insturen die hij representatief vond voor zijn manier van fotograferen. En die hij zelf natuurlijk ook geslaagd vond. Dus iedereen heeft een foto ingestuurd en er hangt er eentje van in het museum. Ja, dat betekent een hele grote verscheidenheid. Ja, ja, het is eigenlijk een verscheidenheid van architectuurfoto's en van portretfoto's. Maar ook van natuurfoto's en macrofoto's. Het is eigenlijk van alles wat, ja. De moeite waard om gewoon even Museum Lunteren te bezoeken voor die prachtige tentoonstelling van oog en optiek. En het jubileumboek, is het ook te koop? Nee, dat is niet te koop. Dat hebben we binnen de club eigenlijk zelf geproduceerd. Een aantal mensen hebben zich daarover gebogen en een prachtig boek gemaakt. Ik heb het hier voor me liggen. En er staan ook van iedereen een foto in en ook een portretfoto. Ja. En een verhaaltje van wat de geschiedenis is van zijn persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja. Dus echt voor een intern herinnering eigenlijk. Ja, ja, en er ligt nog wel een exemplaar in het museum, dus iedereen kan het wel inkijken. Goed, ja. Nou, boeiend. En kunnen jullie nog leden gebruiken of is er een ledenstop? Hoe gaat dat? Ja, we zitten eigenlijk een beetje aan onze tax. Ja, het is een wachtlijst. Nou, er is geen wachtlijst. We kunnen nog wel een aantal mensen opnemen. Maar we proberen het ook een beetje overzichtelijk te houden. En als het te groot wordt, dan wordt het ook heel erg onpersoonlijk. Dus daar proberen we een beetje voor te waken. Ja, ja. Goede instelling. Ja. Goed. Nou, ik wil je hartelijk danken. Ik wens je heel veel plezier. Want volgens mij hebben jullie een leuke club met positieve geluiden, positieve beelden. En hou dat vooral zo. Tot met 14 mei dus in Museum Lunteren. De tentoonstelling van Oog en Optiek, fotoclub uit Lunteren. Erik van der Elzen, hartelijk dank. Dankjewel. Bye.